Jouw ploeg deed vanmiddag precies wat je van je ploeg verwachtte. Alleen Bergentheim werkte niet mee. Nee, we waren natuurlijk niet in de hand, dus daar kun je niks aan doen. We hebben in ieder geval onze plicht gedaan en dan proberen we het volgende week af te maken. En normaal zou moeder geen probleem zijn. Ik vind ook heel knap waar we vandaag op wilskracht. En dat heb ik al eerder gezegd, op BPA dat was een probleempje geweest. Maar vandaag ziet dan hebben we hem echt op wilskracht gewonnen. Op basis van de eerste helft, op voetballen toch nog wel redelijk goed. De tweede helft hebben we hem echt over de streep getrokken. Dus ik kan mijn ploeg niks verwijten. We hebben de 3-0 gewonnen, dus dat is keurig. Je zag in principe dan wel even tegen Kwik 20 op. Ja, klopt. Ja, goede ploeg. Je hebt het zelf ook gezien. Bij de buitenkant een hele goede spits. Nou, ik ken natuurlijk de trainer wel een beetje, Tim. Een beetje hetzelfde type als mij. Ook qua voetballen, maar ook natuurlijk als trainer. Dus ik wist wel een beetje hoe die ging spelen. Dus dat is wel leuk. Maar in principe is Kwik gewoon een goede ploeg. En ze staan ook te laag. Eerste helft was helemaal voor jullie. En in de tweede helft gaf je het eigenlijk een beetje weg. Ja, dat klopt. De eerste helft hebben we eigenlijk geen problemen gehad. Volgens mij hebben we eerder in die penalty tegen gehad wat geen penalty was. En voor de rest hebben we het hartstikke goed gedaan. En de tweede helft, ja, daar werden de ruimtes wat geworden. Ik coach je wel van de kant, maar dat is gewoon hartstikke moeilijk om dan nog de jongens te bereiken. Op een gegeven moment heb ik wel geluk dat ik Ferhat en Stefan nog kan bereiken. Op een gegeven moment ging het wel weer iets beter. Zag je plaats ook alweer. Maar ja, in principe Kwik had wel een doelpunt verdiend, maar al met al hebben we hem wel verdiend gewoon. Ja, je geeft wel even na aan die strafschoppen. Er gebeurde iets heel vreemds in het veld. Want er werd een strafschop genomen door Kwik 20. Die schoot ze erin. En wat ik zei, ze dat toen toch deed. Ja, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt, Andri. Maar die eerste penalty pakte Lars hartstikke goed. Maar die tweede, ik weet niet wat er gebeurde, werd gemaakt. Bal werd gepakt, werd gefloten. Ik dacht, rustig aan, hoe dacht ik eerst dat hij daarmee bedoelde. Maar hij werd afgekeurd. Ik kende deze regel nog niet. En volgens mij Tim ook nog niet. Maar volgens mij jij ook niet. Ik ook niet. En toen ik hem vroeg, na afloop van de wedstrijd, wilde hij er helemaal niet over praten. Het is ook, ik vind het met alle respect, ik vind het wel een goede scheidsrechter. Maar hij is nog jong, hij moet veel leren. En dat moeten wij ook nog, ook als trainers. Ik ben ook nog jong op beginnende trainen. Maar ik bijvoorbeeld, ik werd ook in vak moest ik blijven. En Tim ook. Maar ja, ik zeg, als het ensom gaat, laat hij die meter lekker. Ga daar niet op een beetje over zitten te zeuren. Maar dat deed hij wel. Maar nee, ik zeg, voor de rest is het wel een goede scheidsrechter. Alleen het is wel jammer dat hij een beetje, dat hij geen uitleg wil geven. Maar dat moet hij zelf weer. Maar ik had dat niet gedaan, laat ik het zo zeggen. Even over de wedstrijd. Was je tevreden over wat jouw ploeg hier vandaag op het veld legde? Eerste helft wel, tweede helft voetballen niet. Over de hele wedstrijd gezien op wilskracht, op inzet, kan ik mijn ploeg niks verwijten. Dus dik tevreden naar trainen. Volgende week Hellendoorn, dat moet gebeuren. Ja, dat wordt nog wel een heet potje, denk ik, wat hier gebeurd is met de eerste wedstrijd. Dus en in principe ook hetzelfde dat we het volgende week niet doen. Hè. We pakken een puntje, we zijn er nog niet. Dat is voor mij geen probleem, doen we die thuis, dus dat is ook geen probleem. Ja, en dan thuis dan was het de wedstrijd tegen de ASV. Ja, leuk tegen René. Dus ik moet denk nog even met René even aan de telefoon. Dus, want ik weet niet wat ASV vandaag gedaan heeft. Maar in ieder geval, die zijn zo goed als veilig. Dus als ze een leuk feestje mee willen vieren, dan als we ons dan gewoon twee puntjes doen, heeft in principe dus een overwinning, dan is het goed. Wij Wouk, nogmaals van harte gefeliciteerd. En op naar het kampioenschap volgende week in en tegen Hellendoorn. Helemaal goed, dankjewel.